weliswaar een loterij. Waarin er uiteindelijk 10 winnaars waren. Maar ik denk zelf dat al die mensen die beschreven waren, die op die briefjes waren gezet, die ingeleverd waren, die hebben allemaal in onze stad, of misschien in Maria Parochie, of in Aardorp, of in Bornebroek, het goede gedaan voor hun medemens. En dat is, ik heb het vaker gezegd, zeg het ook hier, dat is wat in de afgelopen 2 jaar absoluut fantastisch geweest is in onze stad. Dat we ondanks corona, ondanks tegenslag, ondanks verdriet en zorgen, het hoofd wel boven water hebben gehouden met elkaar. Dat we elkaar hebben kunnen vasthouden. We hebben afgelopen winter de Hart van Goud actie gehad, waarbij gesponsord door tal van winkeliers en ondernemers uit de binnenstad, mensen op straat werden aangesproken en konden opgeven wie zij vonden dat een Hart van Goud heeft. En dan denk je natuurlijk aan mensen die mantelzorger zijn of voor de klas staan of in de zorg werkzaam zijn in een periode van corona. Een donkere tijd waarin de stad op slot zat, waarin er veel ziekte was, ook veel verdriet, veel zorgen. Deze mensen die uitgeloot zijn om vandaag dat prijzenpakket van die Almeloze winkeliers te krijgen. Dat zijn mensen die zijn opgevallen door wat ze gedaan hebben. Doordat ze voor hun schoonmoeder hebben gezorgd. Doordat ze voor de klas stonden als ze peuters en kleuters opvingen. Of doordat ze zelf in de zorg of in de thuiszorg werkzaam waren. En is dit eenmalig of gaat het vaker gebeuren? Nou ja, we proberen in onze stad mensen die in de zorg actief zijn regelmatig in het zonnetje te zetten. Dus of we het op deze manier blijven doen, dat weet ik niet. We hebben dit samen gedaan met ondernemers en winkeliers. Dat is een fantastische samenwerking, dus wie weet. Af te doen. Jij bent een van degenen die ook in het zonnetje is gezet vandaag. Ja. Hoe voelt dat? Het was even wennen, maar achteraf is het wel heel erg leuk, ja. Want je was heel zenuwachtig van tevoren, hè? Ontzettend, want het zijn echt geen dingen voor mij. Nee. Nee, maar het is heel lief dat er aan mij is gedacht en ik waardeer het wel. Ja, ja en dan zeker. Kun je ook zien hoe mensen het waarderen dat Huis van Katoen open is geweest, ook in de tussenperiode. Ja. Terwijl het heel zwaar was voor mensen. Klopt. En dan met name natuurlijk voor, ook voor onze vrijwilligers, want je bent toch een team, dus je bent veel met elkaar in contact. En ik heb daardoor ook wel gezorgd in de periodes dat wij dicht zaten, dat wij in kleine groepjes van 4-5 mensen uit elkaar toch bij elkaar konden zitten. Om het contact toch te houden. We hebben natuurlijk heel veel vrijwilligers die alleenstaand zijn. En dat het voor hen ook erg belangrijk is om dan toch wel dat contact met elkaar te houden. Ja, net even dat persoonlijk. Precies. Ja, dat is hartstikke leuk. Hier vind je over zo. En dan...